Hallo alle tezamen, ik ben weer back with een nieuwe video. Vandaag ga ik je heel veel spulletjes laten zien die ik heb gewonnen op de I Love My Hair Day, georganiseerd door Curls of Nature. En daar was ook Jane Carter te gast van Jane Carter Solutions. En Jane Carter is best wel een grote naam in de haarbusiness. Ze heeft haar eigen haircarelijn. En ik was one of the lucky few die een goodie bag won. Hier is die. Er zitten heel veel dingetjes bij, maar ik heb nog niks uitgepakt. Dus ik ben zeer benieuwd wat ik allemaal heb gekregen. Nou ja, dit kreeg ik van Jane Carter and her people. Laten we eens gaan uitpakken. Het is een groene, handig voor de lente. Oeh, hij is wel een beetje groot. Oh, en er zit een button op. Love your hair. Heel belangrijk mensen, love your hair. Hij ruikt trouwens echt heel lekker. Ik weet niet hoe het kan. Dan zit er nog een fijne pot bij. Een product van Jane Carter. Oeh, sorry, ik was even afgeleid. En dat is de Curl Defining Cream. Curl Defining Cream was designed to stretch and define your natural curl pattern. Dus het is ontworpen om je natuurlijke krulpatroon te stretchen en te definiëren. Dus niet dat het zo in elkaar helemaal gekruld zit na het wassen, maar dat je mooie lange krullen hebt. Gedefinieerde lange krullen. Nice. Het ruikt heel erg zomers, vind ik. Oké, het brengt bij mij zeg maar gevoelens van zomervakantie naar boven. En vakantie, strandvakantie. Oké, daar heb je waarschijnlijk helemaal niks aan, maar ik vind het heel lekker ruiken. En there you have it. Well, dat was de eerste goodie bag thingy wat ik meekreeg. Want van Moni van Curls of Nature kreeg ik nog deze liptas mee. Daar zit een blikje energy drink in. Ja, verder zat deze er nog in. De Tangle Teaser. I was very happy with that. Goede verhalen over gehoord. Over de Tangle Teaser. Schijnt haar echt easy peasy breezy uit te kammen. Dus ik ben heel benieuwd of dat echt het geval is. Zo, dit is dus Tangle Teaser. Ik ben heel benieuwd. Het klinkt zo lekker. Next. Zat er nog... wat is dit? Wat is dit? Oh, dit is een moisturizer van Cissé. En de eigenaresse van Cissé, die was ook aanwezig op de I Love My Hair Day. En die maakt ook C-shakes. En dat zijn shakes die eigenlijk helpen je haar van binnenuit laten groeien. Lang verhaal. Kijk gewoon even op haar site of op de site van Curls of Nature. En er staat er nog veel meer over Cissé, want ik kan het allemaal niet zo goed uitleggen. En een lipstick van de Body Shop. Een roze. Deze kleur heet... Oh, die heeft niet echt een naam, hij heeft alleen een serienummer. Oh, Iced Pink heet die. Iced Pink, nummer 73. Toen kreeg ik nog een button mee. Love Your Hair. Ook van Jane Carter. Een klein potje met Curl Defining Cream. Ook van Jane Carter. En een klein potje Nourish and Shine spul. Voor dry hair en dry skin. Het is een all natural product. En het voedt je haar. En het geeft je haar dus ook wat extra shine. Altijd handig om te hebben. Oh, wat handig. Een Seal and Shine spuitflesje. Dit is dus om te sealen, ook van Jane Carter. En deze is met sojaolie en met mangoboter. Ik ben heel benieuwd hiernaar, vooral naar de mangoboter. Ja, woe! Oh, dit ruikt zo lekker! Toen kreeg ik nog de Pimp Your Heels stickers. Die zitten, die kan je dus onder je pump plakken. Zo. Zo kan je het een beetje zien. Een panterprint, een roze panterprint. Nou, ik hou van panterprint en ik hou van roze. Mixed together, geweldig. Oh, wat nice. Ik zie hier een zakje met make-up. Daar word ik heel blij van. Een lipgloss van Black Opal. Oh, ik heb wel goed op. Een bruine met een shimmer erin. Geen sponsje, maar een kwastje.
En hij ruikt lekker. Ik weet niet, ik heb een soort van obsessie met lipglossjes. Als ik ze gebruik, moet het wel een beetje lekker ruiken. Soms ben ik gewoon een beetje raar. Ik kan er niks aan doen. Dat is ook nog een fijne mascara in. Boldacious Length heet het. Dus geweldige lengtes. Heel benieuwd. Ah, zo ziet hij eruit. Borsteltje, het is gewoon een borsteltje. Geen stinkende mascara, erg fijn. Erg fijn ook, want ik had een nieuwe mascara nodig. Dus het komt precies op tijd. Het is gewoon een zeephanger. Heel apart, maar het is best wel handig. Best wel schattig en leuk. Misschien ga ik die wel ophangen in de badkamer. Ik heb zo'n kerstgevoel hierbij. De zomer is nog niet eens begonnen, of ik krijg al kerstgevoelens. Oh, nog rituals dingetjes. Cherry and Rice Milk Magic Touch. Dit is een... Wat is dit? Oh, dit is een ultra verzorgende luchtige body cream. En... Ginkgo Secret is met ginseng en ginkgo biloba. Nou, ginseng is gember, maar dat andere geen idee. Het is extra rich handbalm. Het is een bijzonder rijke handbalsem. Dat staat er. Oh, en van Zenner, een elastiekje dat niet uit je haar glijdt. Ik ben heel benieuwd wat dit is. Het is een spannend zakje. Er staat op Flowers Fairy. Is het wat bloembolletjes? Oeh, gaat op. Of thee. Ik heb er geen idee wat dit is, jongens. Ik denk dat het thee is, want het zijn gedroogde blaadjes. Ja. Kijk. Ja, het zou best wel thee kunnen zijn. Kom er vanzelf achter. Wel, dit was het alweer. Dit heb ik dus allemaal gekregen op de I Love My Hair Day. Georganiseerd door Curls of Nature. Was erg leuk om daarbij aanwezig te zijn. Veel dames ontmoet. Veel vrouwen gezien die natural willen gaan. Er is nog één klein dingetje wat ik met jullie wil delen. Namelijk dat ik voor het eerst in de geschiedenis van mijn YouTube kanaal iets ga weggeven. Een van die dingetjes die ik ga weggeven is de Jane Carter Curl Defining Cream. De Jane Carter Nourish and Shine. En het Zenner elastiekje dat niet uit je haar schijnt te glijden. Probeer het zelf. Staat hier ook. Oh, ik vergeet nog wat. Je krijgt er nog iets bij. Je krijgt deze Body Shop lipstick bij. De Iced Pink lipstick. Het is een roze lipstick met een beetje een shimmer erin. Hij is nog dicht. Helemaal gepassificeerd, dus ik ga hem nu ook niet openmaken, zodat je hem helemaal nieuw thuis krijgt. Oh ja, je krijgt trouwens deze button er ook bij. De Love Your Hair button. Wat je dus kan doen voor al deze leuke spulletjes, is Roodje Ro liken op Facebook. Link zie je hier. I think. Yes. En een comment achter te laten op mijn blog bij het artikel over dit filmpje. Ik zal het heel duidelijk aangeven. Ik zal er ook nog wel titel geven van winactie. Something. Ik weet nog niet tot wanneer je de tijd hebt. Dat zet ik hieronder neer in de beschrijvingsbox. Dus hou dat ook even in de gaten. En ik zet het sowieso op mijn blog neer. Nou, succes! Het is natuurlijk wel heel makkelijk om alleen te liken en een comment achter te laten. Maar laat een creatieve comment achter. Een gedicht, een liedje. Maar niet iets droogs van hoi, ik lees je blog echt altijd. Ik wil winnen. Iets origineels. Iets waarvan ik denk, grappige meid. Die mag het winnen. Of, oh, die heeft het echt nodig. Haar. Nee, grapje. Al met al. Je kan dit winnen als je Roodje Ro liked op Facebook. Wow, wat heb ik het lelijk vast. En als je een comment achterlaat op mijn blog. Dus wel allebei doen. Anders kun je die winnen. Jongens, I got to stop. Ik moet eten. Daarom ben ik een beetje raar. Ja, dankjewel voor het kijken. Graag zie ik de volgende keer natuurlijk weer. Vergeet vooral niet de video te liken, te delen waar je kan. Volg mijn blog ook op roodjero.blogspot.nl of .com. Kan allemaal. Binnenkort verdwijnt de .blogspot ertussenuit. Ik wil toch wel een beetje een officiële website ervan maken. En ja, dat was het. Dankjewel voor het kijken. Ik zie je graag de volgende keer weer. Doei!